aan wie ik van hard werken, wederom in de lucht, de dik voor die zware school. Oftewel de dik voor elkaar show, zoals de Fransen zeggen. Zo mensen, dat was mijn weekje wel, hè? Wat is er nou de groot? Hè? Oh, die hoen is er ook weer. Nou, dat is, er zit nog geen mens. Niemand die er nou zal zeggen, ha, lekker de groot is er, hè mensen. Zet wat harder dat ding. Nee, luisteraars, wie er al in die hebben, gaan we beginnen met een oude gewoonte. U weet hoe het gaat. We beginnen met de eerste gouden volkplaat. En dat is in dit geval, dat heeft Joen naast uitgezocht. Een belachelijke plaat zal je. Het begint middenin, geloof ik. Het jankt erin. Het jankt erin. Laat ze horen dat ja, het jankt. Oh, dat klinkt wel niet zo aardig. Dat is niet Pietel. Belachelijk, hè. Dat is nog niet anders dan Pietel. Dat is de dag gewoon. Ik vind het plaatje lekker, maar ik weet niet wat er op de muur is. Ik heb zeggen, nou, dat is echt een andere plaatje. Moet je horen van een rothead. Horen zie je hoe dat tekeer gaat. Zeg. Dat is wel heel bedankt voor dat man. Ja, zo, daar zijn we er ook weer doorheen, luisteraars. Hè? Dat de groot die zoekt dat ook uit. Ja, belachelijk hoor. Nou, ze gaat ook met een ander zout afzetten. Hè? Als iemand gaat praten, zet je nog een plaat af. Nee, man gaat gewoon oenig door. Nou ja, let u even niet op hem, let u even op mij. Luisteraars, hiernaast mij zit een interessante man. Hiernaast mij, ik verplaats me even naar rechts. Hiernaast mij zit namelijk meneer Bus. En meneer Bus, vertelt u zelf eens even, wat doet u, wat is uw beroep, wat is uw professie, vertelt u hier. Ja, ik ben collectant. Collectant, kijk, dat is interessant voor de luisteraars thuis ook, u bent dus collectant. Vertelt u daar wat meer over, dat collectant, hoe gaat dat in zijn werk, wat wil dat zeggen? Ja, dat is dus, kijk, het is dus zo, ik ben dus begonnen met het collecteren, met een, kijk, ik was zonder werk. En ik denk, wat ga ik doen? Ik moet aan de slag. Toen ben ik gaan collecteren en ben ik dus bij een bureau ben ik ingeschreven, bij het collectebureau. En die zei, ja, je moet met een bus langs de deur. Nou, ik dus ik ben op lijn 3 gestapt en met die bus langs de deur. Maar ja, de mensen gooien niks in een bus. Dus ik weer terug, ja, zei die man, dat heb je verkeerd begrepen. Het moet een collectebus zijn. Dus ik een collectebus genomen. En nou collecteer ik dus voornamelijk voor mezelf. Voor jezelf? Ja, dat is interessant. Dat is leuk is dat. Dat is natuurlijk wel een, hoe zou ik zeggen, als je voor jezelf collecteert, een bodemloze put natuurlijk, hè? Ja, daarom heb ik ook de bodem uit de bus geslagen. Dat er flink veel in kan, begrijp je wel. Ja, dat is interessant. Toen u ermee begonnen bent, toen had u geen werk. Hoe ging u dan te werk dat u toch geld kreeg? Ja, je moet dus rammelen met zo'n bus, hè? Zo'n collectebus moet rammelen, maar ja, ik had geen stuiver op zak, dus ik had van de honger ook geen ontlasting, dus ik heb zo gedaan, de bus was stil en ik rammelde, begrijp u, en dan zei ik van, heb u nog wat over of zo, zei ik altijd. Ja, interessant, en hoeveel jaar doet u dat nou al? Ik doe dat nou alles bij elkaar zo, vanaf mijn 12e jaar tot nu toe, ik heb nooit anders gedaan, het is van mijn beroep dus. Ja, en wat is nou het hoogste wat u ooit heeft opgehaald met collecteren? Het hoogste is toevallig afgelopen vrijdag geweest. Toen heb ik gecollecteerd voor de plaatselijke brandweer in Schoorvoeterdam. En voor de vrijwillige brandweer heb ik gecollecteerd. En toen heb ik opgehaald, zeggen en schrijven, 48 liter water. So bad, baby, oh, it hurts me when I think of how you love and desert me. I'm the broken hearted toy you play with. Maybe you got me going, I need you, baby, I can't let go. I want you, baby, I got it, baby, no, I can't let go.
Het zit er op. Dank je. Dat goed. Luisteraars. Zo, luisteraars. Momenteel staan we dan in het huis van Brakelensteen. En huizen Brakelensteen. Nou is het zo, de Braak heeft pas dit huis gekocht. Het is een nieuw huisje dus. Maar nou vindt hij de huiskamer wat klein. Nou is Braak, die is er zelf even niet. Die is even de leesmap omruilen. En nou hadden de grote niet gedacht om bij wijze van verrassing gewoon de huiskamer een stukje uit te breken. Zodat hij wat meer ruimte kreeg. Die waren gewoon. Wij hebben daar tamelijk wat ervaring mee. Wat? Wij hebben daar tamelijk wat ervaring mee. Nou ja, maar let u even op. Zoals ik dat al zei, we gaan dus gewoon de huiskamer wat uitbreken. En daarvoor had ik gedacht, nemen we gewoon een paar kleine staafjes dynamiet. Die waren gewoon. Huh? Ik zeg, nemen we gewoon een paar kleine staafjes dynamiet. Die plaatsen gewoon in het muurtje. En dan moet je niet te zwaar dynamiet nemen, doe maar een paar kleine staafjes. En dan nou klap je zo die muur eruit, hè, de groot. Je bedoelt boom. Ja, natuurlijk bedoel ik boom. Wat is dat voor een belachelijke vraag, man? Bedoel je bedoelt nee, boom? Nee, zaak niet boom. Ik mag wel zeggen dat ik, omdat ik dus ook in de bouw heb gezeten, wat meer ervaring heb. Hij heeft ook in de bouw gezeten, belachelijk verhuren. Ik heb een veel beter idee. Nou, dan komt het idee van de grootluisteraars. Eventjes lachen hoor, daar komt hij. Ja? 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 Nou, ik heb een paar koeien heb ik meegenomen. Koeien? Ja. En die jagen we gewoon door de kamer heen. En die breken vanzelf de muur wel uit. Ja, maar dan krijg je toch een enorme rotzooi in die kamer te groot. Toch een enorme troep. Nee, ik heb zijn sokjes aangetrokken. Belachelijk, hè? Komen koeien met sokken aan. Nou ja, belachelijk natuurlijk. Wat een noemde. Zeg maar, hoe krijg je ze nou op de goede muur af? Ik bedoel, die beesten moeten dan door het goede muurtje heen natuurlijk. Oh, is dat? Geen probleem. Nee. Op de muur waar ze door moeten hangt een foto van Brakelensteen. En dan vliegen ze op af. Oh ja, tuurlijk. Nou, oké, laat die beesten maar binnen dan de grond. Kom maar jongens. De groot, wat doe je nou, man? Er komen hier 100 koeien binnen. Hoe nou, doe de deur nou toch dicht, van gekken. Hallo, hou dat toch op. Mijn eigen apparatuur er maar voor gebruiken. Zijn eigen apparatuur hoor, dat zal er wat wezen hoor. Nou, haal maar voor de dag, we moeten nog in ieder geval een plaat kunnen draaien. Hè? Belachelijk, hè? Die man komt hier met 5000 koeien binnen. Wat een oen, hè? Belachelijk. Hè? Nou, laat maar horen dat gedoe. Dat, wat, de groot? Nou, dan heb je helemaal niks meer. Wat is er nou weer, de groot? Belachelijk, hè? Belachelijk. Nou ja, goed, luisteraar. Nou, we gaan gewoon verder. Let u even niet op hem, let u even op mee. Ah, dan hoor ik alweer de vertrouwde geluiden, luisteraars. Luisteraars, het is weer. Pak een beet. Ongeveer. Pak een beet. Het is weer tijd voor Hobbykwartier. Presentatie. Dik voor mekaar. Ja, zo luisteraars, daar is hij dan weer. Uw cursist, ik bedoel je leraar, dik voor mekaar. Ja, deze keer heb ik eens gedacht om dat wat meer niet zozeer het serieuze werk aan te pakken als wel het zogenaamde hobbywezen. Dan gaan deze keer gaan we namelijk maken een miniatuur spoorbaan met treinen en zo. Treintjes. En daar gaan we dus leuk ontwerpen. Nou, daar hebben we dus diverse dingen voor gekocht. We hebben namelijk allemaal van Borkaton en van Triplex en al dat gedoe. Een leuk appartement gebouwd met huisjes en boompjes en beestjes en gedoe allemaal. En daar gaan we dus de treinen en zo in allemaal vastspijkeren. Nou, dat is leuk om dat eens te ontwerpen. En we hebben daar dus voor genomen een grote vierkante plaat, hè. Grote houten geval.
En daarop is dus alles vastgespijkerd. En dan hebben we dus zo gedaan, want ja, je zit natuurlijk altijd met ruimtegebrek. Dat ik heb hem dus scharnierend gemaakt. Zit dus met scharnieren aan de muur. En je kan hem dus overdag, kan je hem dus opklappen. En zit hij dus gewoon plat tegen de muur. Kijk, dat is handig, hè. Dat is in verband met ruimte, begrijp je wel. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe we dat allemaal gaan indelen. Niet wat zei de groot? Ik voel hem wel. Ja, dat is volkomen onbelangrijk wat jij nou voelt. Laten we nou maar gewoon doorgaan, hè. Luisteraars, ja, ik heb hier dus die plaats voor me en ik heb daarop allemaal, u kent het al, van die plastic huisjes gezet, uitgezaagd van triplex en zo. Leuk beplakt met glas en zo. En daartussendoor heb ik dus de railsen gelegd en daaroverheen gaan dus de treintjes rijden. Ik heb hier zo'n 13 à 14 treintjes rijden en die staan nu allemaal bij het station. En ik zou zeggen, de groot, als jij nu de transformator omhaalt, dan gaan ze allemaal tegelijk rijden. Zwalala. Zeker, dat is leuk. Dat is leuk, hè, de groot. Dat is lollig, hè? Ja, dat is lollig staan. Dat is lollig. Oh, hela, hola, hola, kijk daar de groot achter, daar loopt er eentje uit de rails staan. Maar probeer je even bij te komen, omdat... De groot, dan ga je nog niet als een olie doet, dwars door al die huisjes heen. Hier, je loopt op de trap, gewoon die huisjes te pletteren. Zo wacht, dan gaan we gaan zo van de keer, hè. Nou, kom er nou maar af, kom er nou, ja, kom er nou maar af. Wacht, dat is een uur. Nou, en het leuke met zo'n appartement is dus, als je het geheel, dus laten we zeggen overdag, als je de kamerruimte nodig hebt, nou, dan doe je heel eenvoudig en dan... Gewoon doe je het omhoog. Dit was Dik voor Mekaar. Goedemiddag! Interessante man, hier naast mij zit namelijk meneer Monster. En meneer Monster, vertelt u zelf eens even, wat is uw beroep? De groot, hou nou toch eens op met die belachelijke... Nou, laat maar gaan, let u even niet op hem, luisteraars. Let even op mijn balansman, ziet er als een waanzinnig om een piano te beuken. Wat een hoen. Nou ja, meneer Monster, let u even op mij. U bent, vertel zelf even, wat is uw beroep? Ik ben Misthoorn. Misthoorn, kijk, dat is interessant, dat hoor je niet veel tegenwoordig. Misthoorn, interessant. Vertel eens, hoe gaat dat in het werk?
Ah ja, dat gaat dus als volgt. Ik ga dus boven op een auto zitten en dan roep ik hoei. Hoei, roep ik. Begrijp je wel? Ja, ja, dat voor de andere auto's natuurlijk... Een... Wat zei de groot? Nee, gewoon, ik roep, ja, natuurlijk, mijn schoonvader was schoorsteenveger. Maar daar heb ik het hoei van over, inderdaad, dat heb je, ja. Nou ja, belachelijk, de groot weer tussendoor. Vanuit u, hoe bent u er zo toe gekomen? Nou, ik heb een broer, die is brulboei. En dat beviel hem ook prima, dus lekker een beetje klotsen tussen dat water daar en dan maar brullen. En dat lijkt mij dus leuk van hoei, hoei, hoei. Ja, interessant. En u zit dus voornamelijk in de mist altijd, begreep ik, hè? Ja, want het is voornamelijk alleen maar voor mist bedoeld. Ik ga ook regelmatig de mist in met mijn brulboei, begrijp u wel, met mijn hoei. Ja, dat maakt u nog wel eens wat geks mee, mag ik eens vragen? Nou, ik had bijvoorbeeld 3 weken geleden heel erg genadig, wat verschrikkelijk mistig. Nee, ik kon niet eens mijn ruitenwissers van mijn auto zien. En, dus nou, heel voorzichtig naar huis toe rijden. En dat is heel gek, ik stap thuis uit mijn auto, is alle mist weg. Ik denk, hey, dat is eigenaardig, alle mist is weg. Toen kijk ik naar mijn auto, toen zit mijn hoest er nog omheen. De 30 seconden van meneer De Groot. Hallo fans, hier is meneer De Groot. Wederom wil ik, na vele verzoeken die ik heb gekregen, mijn 30 seconden weer aan de muziek opofferen. Ik wil graag weer het een en ander voor u spelen. Ja, luisteraars, we zijn er weer doorheen. Dit was het alweer, dit was dan wederom de Show, oftewel de Dik voor elkaar show, zoals de Fransen zeggen. Nou, dat was er dan weer. We zijn, ik mag wel zeggen, meer dan doorheen. Hè? De productie was weer in handen van Joen hier Maartree. Presentatie had ik uiteraard weer zelf. De censuur was weer in handen van Brakelesteen. En wie had de techniek? Wie had de techniek? Natuurlijk, dat was weer Johan Klotje. Nou, we gaan er weer uit, luisteraar. Dit was het dan weer. Dit was de Dik voor elkaar show. Goedemiddag!